Dit week's programma voor Zorgverzekerheid Leiden. U zag Kevin Thomas, nog geen werkvergunning. Hij doet dus nog niet mee. Leiden tegen Landstede Zwolle, virtueel de leider in de Dutch Basketball League. Onnodige nederlaag tegen Matrix Magics afgelopen zaterdag. En het is o zo belangrijk om weer eens een keer te winnen. Sean Cunningham, Whit Holcomb-Fay, brengt nog niet alles wat van hem verwacht mag worden. Cunningham, met Leon Williams tegenover hem. Daar een fout van Tiller. Hij loopt Whit Holcomb-Fay ondersteboven. Die gaat wat zuigen zo te zien. Goed van Mohammed om hem daar weg te halen, maar het spel gaat nog door. Dan grijpen de scheidsrechters in zo te zien. Daar gebeurt al twee technische fouten voor de beide heren. Duinker met Randami. Josh Duinker met de openingsscore 2 tegen 0. Tiller met het antwoord. Die gaat mis. Randami dan nog een keer. Geen rebound en dus is de score van Randami. 2 tegen 2. Kasper Avering voor 3. En die is raak. Hij kreeg veel minuten gisteren en hij maakte het helemaal waar. Volgende aanval, Sean Cunningham. Mohamed Karazi. Duinker naar buiten, snelle plaats van Whit Holcomb-Fay. En opnieuw Kasper Avering voor 3. En ook die gaat raak. 8 tegen 2. Prima begin van Leiden, prima begin van Kasper Avering. Stommes, mooie paas op Randami. En een goede score, 8 tegen 6. Whit Holcomb-Fay. Tiller tegenover hem, Kasper Avering, Holcomb-Fay, gaat langs Randami, paas op Duinker, en die gaat raak, 10 tegen 6. Randami, paas op Ewout Kloos, oh daar zit Kasper Avering prima tussen. Wil Holcomb-Fay. Duinker. Daar lijkt niks aan de hand. Toch krijgt Cunningham de fout. Zijn hand zat op de bal. Dus eigenlijk denk ik niets aan de hand, maar wel een fout voor Cunningham. Duinker. Holcomb-Fay, Mohamed Karazi. Prima. Via het bord. Zo willen we Mohamed zien spelen. En een bonus. 12 tegen 10. Bonus gaat mis. Mohamed weer. Karazi naar buiten. Holcomb-Fay. Duinker voor 3. Josh Duinker, 15 tegen 10. Klein gaatje van 5 punten voor Leiden. Worthy de Jong. Wil inside. Gaat alsnog inside. Slalomt zich er doorheen. En via het bord een typische Worthy de Jong score. 17 tegen 12. Holcomb-Fay. De Jong. 3 voor Holcomb-Fay, 3 puntspoging gaat raak. 18 tegen 16. Randami. Mis. Close op Nicky Hulsebos. En daar de tip in van Serge de Randami. 21 tegen 20. Duinker dan. In de daaropvolgende aanval. 23 tegen 20. Einde van het eerste kwart. En als deze driepuntspoging misgaat, heeft Leiden een voorsprong van 3 punten. Goed begin de halve van Leiden. 23 tegen 20. Begin van het tweede kwart. Scoren van Nicky Hulsebos. Verschil is 1. Volgende aanval, Kasper Avering en Sean Cunningham. Mike Schakner. Cunningham, De Jong. Hij staat er klaar voor. Schakner voor 3 en die gaat raak. 26 tegen 22. Cunningham. Goeie drive daar van Kasper Avering.
En dan is de score eenvoudig. Prima score van Kasper Averink. 28 tegen 23. Thomas. Met 3 en het is raak. 28-26. Goed blok weer. Murphy de Jong. Heerlijk. Overname Mohamed Karazi. Averink. Outside. Drive van Mike Schachner. Scoren met een bonus. 30 tegen 26. Kijk naar het fanatisme van Worthy de Jong. 30-26, dit is die bonus. Vrije worp van Mike Schachner. 31-26. Gat is weer 5 punten. Witholcum V maakt daar een fout op de nummer 10. Valentijn Liedmeijer. Die gaat dus 3 vrije worpen nemen. Hij is boos. Maar gewoon 3 vrije worpen voor Landstede Zwolle. Zoekt de scheidsrechter weer op, niet verstandig. De eerste van Liedmeijer. Die gaat mis. Dan gaat hij toch weer mekkeren. Daar kan je dan op wachten. De tweede technische fout voor Witholcum V. En dat betekent opnieuw vrije worpen voor Landstede Zwolle. Justin Thomas neemt die vrije worpen en die gaan gewoon raken. En dan is het ineens weer gelijk, 31-31. Scoren van Worthy de Jong. Leidt op voorsprong. 34 tegen 33 en ook die bonus gaat raken. Gat is 2 punten, ploegen aan elkaar gewaagd. Halverwege dat tweede kwart. Tiller voor 3, die gaat mis en de rebound is voor George Duinke. Kunningen. Maar Schachner dan, 3-puntspoging, die gaat weer raak. 38 tegen 33. Mohamed Karazi. Opnieuw, ja hoor, opnieuw raak voor Kasper Averink. En het gat is daarmee 6 punten. 45 tegen 39. Hij zou tot 11 punten komen in de eerste helft. Justin Thomas, mis, pakt de rebound en die gaat wel raken. Verschil terug naar 4. Barry Padpak, vooral in Leiden en de omgeving bekend. Mooi entertainment in de 5 mei al. Tweede helft dan. Cunningham voor 3 en het gat is weer 4, 49-45. Volgende aanval. Cunningham. Terug naar achteren. Right in your face. Maar wel raak. 52 tegen 45. 7 punten. Raymond Williams. Over de achterlijn. Balbezit voor Leiden. Verschil 7. Cunningham. De Jong. Duinker mist. Cunningham voor 3 weer. Gaat hij het weer doen? Ja, oh. Maar daar wordt hij aangeraakt. Fout op Cunningham tijdens een 3-puntspogingen. 3 vrije worpen. En dan maakt ze allemaal. Waardoor het verschil 10 punten is. En dan hier Josh Duinker. Klein gaatje. 60 tegen 45. Is het verschil ineens 15 punten voor Leiden. Kloostal met een 3-puntspoging. Die gaat raak. Brengt de stand iets terug tot 60-48. 12 punten zou de voorsprong zijn bij het derde kwart. Mike Schachner mist. En ook Duinker mist. Minutenlang geen scoren in het begin van het vierde kwart. En dat geeft gewoon Zwolle de gelegenheid om terug te komen in de wedstrijd. Justin Thomas. En hij brengt het verschil zelfs terug met nog 5,5 minuten gaan tot 2 punten. En kijk eens hoe boos Toon van Helfter is. 69 tegen 67. Goed derde kwart dit keer voor Leiden. Maar gaat Leiden deze overwinning weghalen? En als het ware gewoon voor het eerste keer de zaak tot een goed einde brengen. Witholcum V. Dit is toch een zekerheidje zou je zeggen. Maar dat gaat ook dan mis van Sean Cunningham. De Jong, outside. Witholcum V. Gaat hij het dan doen? Eindelijk een score. Witholcum V. 71
tegen 69. Hij breekt de bam. Tiller dan weer. Nicky Holsebos. Hij brengt ploegen weer in evenwicht. Bloed spannen. 3 minuten en 17 seconden nog te gaan. Whitehall komt vee. Ja hoor, hij brengt lucht. Een paar nare acties in de wedstrijd, maar dit is een hele belangrijke score. 74 tegen 71. Justin Thomas. Die bal gaat mis. Wie heeft de rebound? Rebound is voor Duinker. Kerazi. Prima spel. En de bal wordt opgebracht door Sean Cunningham. Josh Duinker. Griffin de Jong. Raakt toch simpel de bal kwijt. Wil een fout, krijgt geen fout. Verschil is 3 met 24 seconden te gaan. Justin Thomas, die gaat mis. Rebound is voor Nicky Hulsebos. Veel rebound was er gisteren voor Landstede Zwolle. Time-out voor Leiden wordt er gezegd en dat is ook terecht. Second chance point, het was 1 punt is het verschil. 2 vrije worpen voor Mike Schachner. 1 gaat eruit, het verschil is dan 2. 75-73, Tiller dan die de bal gaat opbrengen. Hij forceert, probeert te scoren, krijgt geen fout. En dan wordt duidelijk dat Leiden die wedstrijd gaat winnen. Er wordt een fout gemaakt. Vrije worp voor Mohamed Karazi. De eerste gaat raak, maar de tweede zal hij missen. Leiden sleept de overwinning uit het vuur gisteravond in de 5 mei al. Eindelijk weer een overwinning tegen een goede ploeg. Landstede Zwolle, de verrassing zoals gezegd van de Dutch Basketball League. En dit doet hij goed hoor. Mohamed Karazi. Leiden wint. 76 tegen 73. Zaterdag wacht Den Helder uit. En 25 januari komt Gasterra Flames naar de 5 mei al.